In dit verbond, Marion Goud van ProRail en Bert Weerstad van de NS. Welkom hier. Met z'n vijven gaan we al die activiteiten vanmiddag in dat uurtje proberen te proppen. We hebben 10 minuten meer. En ook voor mij persoonlijk. Zo'n 6 jaar geleden, toen de gemeente Teylingen net gevormd was en ik mijn eerste termijn als wethouder begon, kreeg ik het project Station Sassenheim als een van de vele projecten in mijn portefeuille. Voor het Het zouden kabouters kunnen zijn, ik weet het niet. We staan bij dit station en het station is echt één plek. Maar het station staat helemaal niet op zichzelf, want de treinen rijden natuurlijk door. In het gebied waar we dan ook woningbouw en kantoren gaan plaatsen. Stedenbaan valt tussen, zeg maar ongeveer Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden. In die hoek zijn we echt gewoon aan het vernieuwen. En dit is wel een vriesbankje natuurlijk. Maar een prachtig bankje. Mag ik even een applaus voor Roy? Station Sassenheim, dat krijg je natuurlijk als centrum van het universum. Even kijken hoor. Wij hebben hier zangers en acteurs van Pankras uit Sassenheim en het Cultuur Verheft uit Voorhout. En zij gaan een nummer tegen horen brengen. December 2011 hier, op een heel bijzondere plaats. Kijkt u even naar de overkant ook nog eventjes. Officieel geopend. Yo! Is aangesloten op de Schiphollijn en vervult daarmee eigenlijk een soort scharnierpunt
tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel. En is daar... Ik doop deze narcist hierbij, Melanie Schultz van Hagen.